Ja, dat was ook wel de bedoeling, de nul op bord te houden voor onszelf. Ook een beetje meer druk te bezorgen, maar het was leuk. Goed, ja, je haalt vandaag een 2-op-3 over heel het seizoen. Ik denk dat je wel fier bent, hè? Ja, ik ben zeker fier op mijn team. Ze hebben het goed gedaan dit seizoen. Geen één wedstrijd gewonnen, geen één wedstrijd verloren. Enkel die bekermatch die tegen Vobek komen, die is al lang verteerd. Kan je voor jezelf terugblikken op een zeer geslaagd seizoen? Ja, voor mezelf terugblikken op 4 jaar A-cadetten, zeer geslaagd. Ja. Vorig jaar ook 3-op-3 gehaald, dus best leuk om te doen. Spijtig de laatste keer. Zo weinig mogelijk goals tegenkrijgen. Natuurlijk, ja, AKC is een goede ploeg. En de kadetten van Putsen hebben zich heel, heel goed ingezet. Een klein paar schoonheidsfoutjes, maar ja, het zijn kinderen. En we kunnen alleen maar beter worden daardoor. AKC was in ieder geval meestal een stapje sneller. Een stapje sneller ook bij de bal uiteindelijk. Ze hebben in ieder geval een beetje lengteoverwicht. Waardoor we eigenlijk gewoon heel snel gewoon klem zaten achter hun verdediging. En we niet naar het normale korfbalspel konden komen. Dus wat dat betreft is AKC sowieso een verdiende winnaar. De ouders die vroegen in het begin van het seizoen, ja, wat zijn de betrachtingen met die kinderen? Wij hebben toen gezegd van ja, wij willen zaal- en veldfinale ermee halen. En dat we hier een beetje ja, weg gaan lachen in de zin van ja, dat gaat niet lukken met deze groep. En we staan hier toch met 2 titels te blinken. Enorm fier op die kids, absoluut. Ja, dit is even balen. Hè. Het is toch een finale en die wil je winnen. Maar ja, vandaag was het niet het geval, jammer. Goh ja, beter. Ik denk dat wij het eerste doelpunt voor onze rekening nemen. Dus die kloof ging direct terug naar 2. In zo'n wedstrijd ja, weet je dat het nooit niet gedaan is. Hè. Ze zeggen het altijd, met Gentenaren is het nooit niet gedaan. Dus we wisten wel dat we tot het einde moesten blijven knokken. En dat hebben we ook gedaan, dus ik ben echt fier op mijn spelers. Nee, we hebben een heel goed jaar gespeeld. We hebben denk ik niet verloren. Ja, het moet net vandaag, die eerste maal, dat we dat verlies hebben. Dat is jammer, maar we kunnen terugbreken op een heel goed seizoen. Met ook een finale plaats vandaag, maar gelukkig de zilveren medaille. We hebben allemaal een heel goed seizoen gehaald. Iedereen is er beter van geworden. Het was ook een heel plezant seizoen. We zijn ook allemaal veel vrienden geworden. En ja, dat is ook korfballen. Eerst net een beetje moeilijker, maar daarna viel er golen. En dan dat was het ook een pak beter. En dan hebben ze goed gespeeld en hebben ze verdiend gewonnen, denk ik. Ja, dat is al de tweede keer dat we verliezen in de finale. Maar ja, dat hoort er ook bij. Je kunt niet altijd winnen. Ja, zeker. We hebben ook in het seizoen 4 keer tegen hun gespeeld. Dus we kennen elkaar wel. En je weet dat het geen makkelijke wedstrijd wordt tegen Vobeko. En ik denk dat ook 2 verdiende ploegen hier stonden. En dat Vobeko ook... het is een gewaagde tegenstander.